De coronacrisis heeft het spaargedrag sterk doen toenemen. In 2020 werd er maar liefst 23 miljard euro extra gespaard door de Belgische gezinnen. Het ging daarbij vooral over zogenaamd geforceerd sparen, want het inkomen van de meeste gezinnen is er gemiddeld gezien niet op achteruit gegaan, maar de consumptiemogelijkheden waren wel beperkt, omwille van de ongerustheid over het virus of de gezondheidsmaatregelen. Zo konden de mensen bijvoorbeeld een tijd lang niet op reis of op restaurant gaan. Maar wie heeft er nu precies kunnen sparen? En wat betekent dat voor de consumptie in de toekomst? Volgens de microgegevens van een nieuwe ECB-enquête situeren de besparingen zich vooral bij de gezinnen met de hoge inkomens. Gezinnen met lage inkomens daarentegen hebben amper of niet kunnen sparen, ook omdat zij vaker getroffen werden door tijdelijke werkloosheid en zij daardoor hun inkomen relatief zwaarder geïmpacteerd zagen door de crisis. De enquêtes bevestigen ook dat de mensen die veel hebben kunnen sparen niet noodzakelijk van plan zijn om hun consumptie in de nabije toekomst sterk te verhogen. De meeste gezinnen geven eerder aan dat zij de opgebouwde spaargelden zullen aanhouden of investeren op de lange termijn. Al bij al zien we dus weinig kans op inhaal- of wraakconsumptie die nogthans een sterke boost zou kunnen betekenen voor het herstel van de gezinsconsumptie.